Is het ook een goed plan, is de vraag. En is dat plan voldoende? Meneer Goudsmit, goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we het bidden inmiddels achterwege laten? Ik denk dat dat een slecht idee is. Wat mij opvalt is, ten eerste, het is geen plan, het is een visie. Ik heb alle 44 bladzijden doorgelezen. En vergeleken met mijn boek, wat vanavond wordt gepresenteerd in Pakhuis De Zwijger. Een gezonde toekomst. Een gezonde toekomst. En ik heb dat eens tegen elkaar gehouden, wat ik nou geleerd heb na de eerste tijd zelf. Wat het kabinet doet, is zich eigenlijk net als voorheen reactief opstellen. Dat is een heel belangrijk punt, want het voorzorgsprincipe, wat al eerder is bepleit, ook door vele van mijn collega's, houdt iets heel anders in dan hier in deze visie naar voren wordt gebracht. Dat is namelijk meten wat het virus doet. Ja. Dat is vrij onvoorspelbaar wat het virus gaat doen. En dat merk je vast heel vaak te laat. Als je het voorzorgsprincipe zou hanteren, dan ga je dezelfde kant op als griep. Ja. Waarbij je zegt, ik weet niet wanneer het gebeurt en wat er gebeurt. Maar in oktober vaccineer ik alle ouderen per definitie. Dat staat niet in de visie, zoals u hem omschrijft, van Ernst Kuipers. Nee, daar is er vanuit gegaan dat op geleide van het virus en de verspreiding van het virus en wat het doet, waarvan we, waarop we eigenlijk relatief slechte kijk hebben. Ja. En ook te weinig weten, ook ik. Kan je natuurlijk zeggen, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ga nu besluiten om op de makkelijkste weg mogelijk iedereen die last heeft van dat virus te vaccineren, om te voorkomen dat en de zorg wordt overbelast en dat mensen op de IC komen of eraan kunnen sterven. Of de maatschappij totaal ontwricht raakt, want dat is een andere component. Dus eigenlijk zeker met zoveel woorden, het is geen plan, het is een visie. En zelfs die visie is in uw ogen onvoldoende. Nou, ik zou willen zeggen, er wordt van een aantal dingen uitgegaan die ik niet aanhang. Namelijk, waarom niet het net zo doen als met griep, waar we helemaal niet het virus monitoren? Ja. We kijken helemaal niet of het virus zich verspreidt, want het gaat zich verspreiden, we weten alleen niet wanneer. Ja. En als je het net zo zou benaderen als we griep benaderen, dan hoef je op dat moment ook helemaal niet te weten wat het virus precies doet. En ik hou mij voor dat ik ook zelf overspannen verwachtingen van onze kennis had. Ja, exact. Dat is het boek daarvoor. Gaan we allemaal uitgebreid over praten, maar toch nog even de constatering. Dit is dus niet het plan dat u voor ogen had. Nee, want ik vind het te ingewikkeld. Het betekent dat je eerst moet weten wat er gebeurt. Ja. Dat duurt een tijd voordat je dat weet. En dan ben je weer te laat. En als er nu al bij de huisarts de griepvaccins worden besteld bij de overheid, waarom niet diezelfde logistiek gebruiken? Ja. Dus het is een verkeerde strategie? Nou, ik denk dat er in ieder geval gedebatteerd moet worden over of dit een goede strategie is. Omdat ik denk dat als je gewoon het virus links laat liggen en je concentreert op de mens en op de bescherming, dan zet je nu al de vaccinatiestrategie in en vaccineert alle 4 miljoen mensen die de griepprik krijgen. Kortom, met deze visie, met deze strategie, moeten we blijven bidden dat corona medelijden met ons heeft. Ik vrees het. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1.